Het is zo dat er een patiënt onbegeleid verlof heeft gekregen en daar niet van terug is gekeerd. En dat is geen TBS'er en geen gedetineerde. En bij het toekennen van verlof wordt er altijd van tevoren een risico-inschatting gemaakt. Dat is in dit geval ook gebeurd. En de inschatting is dat het een laag risicopatiënt is die toe was aan deze verlofstap. En helaas is die niet teruggekeerd. We hebben daarop meteen de instanties gewaarschuwd die wij behoren te waarschuwen. De politie en het Openbaar Ministerie. En er wordt gezocht naar deze patiënt en die is nog niet terug. Het is wel belangrijk dat hij terugkeert, omdat ook zijn behandeling voortgezet moet worden. Er wordt nu wel door de politie naar hem gezocht en mensen in de buurt die maken zich grote zorgen. Zegt u dat dat niet terecht is, dat ze zich zorgen maken? Nee, dat zeg ik niet, want ik begrijp dat heel goed. Hè, want de mensen in Den Dolder die hebben het incident meegemaakt, hè, in 2017. Dus ik begrijp heel goed dat als mensen vernemen dat er iemand niet teruggekeerd is van verlof, dat ze zich heel erg veel zorgen daarover maken. Maar is het ook terecht, denkt u, dat deze man ook gevaarlijk is voor de omgeving? Ik denk niet dat deze manier op dit moment een hoog risico is voor de omgeving. Maar zoals gezegd, het is wel belangrijk dat hij zo spoedig mogelijk gevonden wordt en teruggebracht wordt. Maar volgens de familie, is dit dan een levensgevaarlijke man? Is dat het verschil? Nou, kijk, als wij dachten dat het een levensgevaarlijke man was, hadden wij hem niet op onbegeleid verlof laten gaan. Dus onze inschatting op dat moment was dat het een laag risicopatiënt was. En denkt u daar nu anders over? Daar denk ik nu niet anders over.